Mijn naam is Felix Michels en ik werk in het Canisius Wilhelminus Ziekenhuis als psychomotorisch therapeut en ik geef psychomotorische therapie. Dat is een therapie die gaat over de samenhang tussen lichaam en geest. Via bewegen en lichamelijkheid behandel ik patiënten hier. Er is voor iedereen is er een soort schema, een programma. Dan hebben we per dag een aantal therapieën. En dan worden mensen ingedeeld in overleg waar ze aan deel kunnen nemen. Ik heb verschillende therapieonderdelen, onder andere bewust bewegen. Daar werk ik ook met doelen die we samen met patiënten opstellen. Wat ik dan geef is actief bewegen in de zaal. Ontspanningstherapie, wandelen en runningtherapie. Er zijn projecten in het CWZ en bij ons op de afdeling waar ik ook zeer betrokken bij voel. En dat is Samen Sterk Zonder Stigma. En dat is een project, het zegt het eigenlijk al, om psychiatrische patiënten minder te stigmatiseren. Het liefst helemaal niet meer natuurlijk. Ze krijgen daar toch regelmatig mee te maken. En daarbij ben ik ook ervaringsdeskundige met psychiatrische problematiek. Ik heb eerder in mijn veel jongere leven een tijdje de regie verloor ik en raakte ik in depressie. Ben ik ook opgenomen geweest op een paas. En dat is tevens de reden waarom ik heel graag altijd nog eens op een paas wilde werken. Wat mij inspireert in mijn werk is vooral het patiëntencontact en het contact met collega's. Iets kunnen betekenen voor een ander en dat samen doen met collega's die er eigenlijk ook zo in staan en dat stapje extra zetten. Ja,